En het personeel van Esther Stichting heeft vanmorgen het werk neergelegd. Zowel personeelsleden als bewoners hebben aangegeven ontevreden te zijn en verandering te willen in de huidige situatie. Volgens het personeel communiceert de directie niet met de medewerkers. Daarnaast geven ze aan dat het tijd is dat hun wensen en grieven in behandeling worden genomen. Ook de bewoners hebben tijdens de staking hun misnoegen geuit. Ze zijn ontevreden over het eten dat hen wordt opgediend, als ook over de hoogte van het bedrag dat ze maandelijks aan de stichting moeten betalen. Het probleem is van dat we onze rechtpositie willen innemen. En we willen het wel hebben. Vanuit het staf van het Esther Stichting willen we onze rechtpositie bereiken. Begrijp je? En we krijgen geen vervoerstoelage, we krijgen geen middag, we krijgen geen wacht, we krijgen geen risico. Functiebeschrijving moeten zij ook voor ons doen, maar wat blijkt, we moeten zelf ook doen. Toch? Dus daarvoor gaan we. We willen een nieuw beleid hebben binnen de Esther Stichting. Minimaal, ja, allebei voor uw boot, een systeem en wangalanga. Variatie, variëren, dat is nog niet bespannen. Want dat is niet fadong, ja, vrouw fadong, tendoro atoso. Dus minimaal, ik heb maar 83 jaar, maar ik ben minimaal. Als je een vitamine. Hoe netjes meert je op tijd, ja? Next komt op tijd morgen. Alla die pindakasi, dan zo, sham. Niet eens dat schrijf hoe netjes. Brood, boter en kaas, dat alleen. Maar toen ze me hier hebben ze me gezegd, er is geen contract. Ze gaan een bedrag voor je, dus wat ik liefst zelf van steun, daaruit zullen ze een bedrag niet meer. Ik kreeg bedeling, 3,25, ik betaal 500 uur. Je mag niet meer doen met dat. Ik krijg ook geen eten uit de keuken. Ik ben overal verder geweest. Voordat je daar aankomt, stuur ze een brief. En ze liegt alsof het geschreven staat. Behalve dat... Nee, ze liegt echt. Ze is zo frislassief gezegd. De assemblée heeft gezegd dat ik mijn pinpas en mijn moneykaart moet inleveren. Want zij moet mijn geld beheren. Enkele reacties van bewoners en personeelsleden. Liefda Somo, directeur van Esther Stichting, zegt dat er nimmer een formeel gesprek met het personeel is geweest om zijn ontevredenheid te uiten. Het enige dat klopt is het personeelstekort op bepaalde afdelingen, zegt Somo. Er zijn uitlatingen gedaan over geen communicatie. Ik heb gehoord met mijn eigen oren, ik heb gekeken dat de woordvoerster heeft aangegeven dat ik sinds ik 3 jaar hier ben, ik nooit heb gecommuniceerd met het personeel, toch? En dat is toch onmogelijk. Het kan niet zo zijn dat je 3 jaar ergens bent en je hebt nooit gecommuniceerd met het personeel. Ik ben iemand die altijd, los van de incidentele dingen, als er overleg is, dat ik vastleg, toch? En dat ik hier heel wat overleg, uitnodigingen heb. Sinds ik er ben, vanaf 2016. Dus dat klopt helemaal niet. Voor afgelopen vrijdag met de huidige minister hebben we een onderhoud gehad over het personeelstekort. Want wat je weet, als er een nieuwe minister komt, dan lijkt het alsof bepaalde dingen opnieuw starten, want dan moet je gaan uitleggen de stand van zaken. En afgelopen vrijdag hebben we toevallig met de minister, waarbij hij zijn toezegging heeft gegeven, zeg van dat hij daaraan serieus daarmee bezig zal zijn. Dat is dus directeur Liefda Somo van de Esther Stichting. Vanmiddag heeft het personeel het werk neergelegd uit onvrede over het beleid van de directie.